Ja. 107,99. Ja. Die grens werd steeds groter. Ja, ik ben er super blij mee. Ik zat al een paar keer dicht tegen die 1,8 aan natuurlijk. En zeker op een dag als vandaag dat hij eruit komt, ja, super blij. Ik ben natuurlijk al wel een paar keer dat niveau tegengekomen, ook in de training. En voor jezelf is het altijd mooier als je het op de klok ziet staan. Dus dat gebeurde nu net. Dus ja, ik ben gewoon heel erg blij mee. Ja. Ja. En je voorsprong naar vandaag, nou, die mag er wel zijn. Jij moet iets harder praten, want ik versta je niet zo goed. Die voorsprong, ja. Dat is nu een halve seconde van morgen, die mag er zijn. Ja, die mag er zeker zijn. Ja, absoluut. Ik ga er gewoon met vol goede moed ga ik naar morgen. Ik ben heel blij met de voorsprong, zeker. Maar het blijft sprinten. En je weet pas als je gewonnen hebt na de 4 afstanden. Dus de focus is er gewoon nog zeker. Maar ik ben heel blij dat ik deze voorsprong heb. Ja, zeker. Had je jezelf ook vooraf als favoriet bestempeld? Ja, ik wist wel dat ik in goede doen was. En mijn tijd in het voorseizoen bleek er wel goed genoeg dat ik mezelf tot favoriete kon noemen. Dus ja, natuurlijk weet ik dat. En ik ben ook gewoon realistisch genoeg om dat te zeggen. Dus ja, maar met mij was Kai en bijvoorbeeld Daidai of een Thomas. Ja, goed, die andere jongens die schakelen zichzelf uit. Ja, weet je, het is een blijvend toernooi en dat is het mooie van een sprintkampioenschap. Dat je 4 afstanden goed moet rijden om kampioen te worden. Dus ja. Is het dan des te verrassender dat je voorsprong zo groot is? Ik kreeg gewoon een hele goede 1000 meter en 2 goede afstanden. Ja, goed. Sprinten is wel zo. Als je hem net mist, dan loop je achter de feiten aan. En dat zie je dan bij die andere jongens. Dus, maar goed, ja, ik heb handen vol aan mezelf om gewoon morgen beslaagd aan ijs te komen. En goed, de vorm is goed. Daar ben ik blij mee. Dankjewel. Succes morgen. Oké, top.